Het is weer YouTube woensdag. Een hele goede dag gewenst en welkom bij deze magische tutorial waarin we de sorteerdoos van Harry Potter laten zien hoe we die mee gemaakt hebben. Want ik heb hem gemaakt zonder het te filmen voor die jonge dame hier. En ja, ik kreeg zoveel reacties dat ik dacht van nou, misschien moet ik toch maar een keer laten zien hoe je er eentje maakt. Dus, dat gaan we uitleggen. Alhoewel, de sorteerroute die we in deze video gaan maken, komt er ongetwijfeld iets anders uit te zien. Om het simpele feit, hier hebben we gewoon een restje vliesstof voor gebruikt in de kleur bruin. Die was niet meer te koop, maar we hebben voedingsstof in de kleur bruin. Dus je snapt wel dat dat al bepaalt dat hij er anders uit gaat zien. Goed, ik zal vertellen wat we nodig hebben. Ik had ten eerste bij de kringloopwinkel, in verband met carnaval hadden ze die liggen, een heksenhoed gekocht zoals je die bij de Action en dat soort winkels kan kopen. En op de gestikte naden helemaal uit elkaar gehaald. Vervolgens hebben we de diameter opgemeten, dat met een passer op karton getekend, die cirkels uitgesneden. En deze hebben we letterlijk op het karton gelegd. Het is een soort taartpunt en die nagetekend en uitgesneden. En dat zijn de eerste stappen. Dus dat gaan we doen. Die hebben we later pas nodig. Eén groot stuk voor de hoedrand. En één stuk voor dat punt. Een passer erbij. Deze erbij. En de hele diameter ongeveer. Moet ik weer even meten, want dat weet ik niet meer precies. Is ongeveer zo'n 34 centimeter. Dus, je weet natuurlijk, een passer komt in het midden, dus dan moet je daar de helft van nemen. De helft van 34 is 17. Dus we meten 17 centimeter uit met een liniaal. Vanuit de kant ongeveer. Het is natuurlijk karton, hè, dus je kan wel gebruik maken van die strepen. Gaat even niet goed. Even uitmeten hoe breed die rand is. 9 centimeter. 17 min 9 is 8. Dus met dit punt 8 centimeter. De hond gaat er vernissen. Zo. Meer hebben we niet nodig met de passer. Die zetten we even opzij en op het andere stuk karton gaan we die taartpunt tekenen waar ik het net over had. Het was een hoed met een dubbele laag met spinnetjes erop. Hartstikke leuk, maar niet geschikt voor de sorteerhoed. Stiftje erbij. De eerste sorteren, het was zo nieuwsgierig, die kwam ook even kijken. Dit is een kwestie van natekenen. Dat idee. En dan leggen we er een dik stuk karton onder.
en mes erbij en gaan de boel uitsnijden. Ondertussen is het wel een goede om te melden dat ik het lijmpistool al aan heb gezet. Het lijmpistool gaan we alleen voor het karton gebruiken. Je zou ervoor kunnen kiezen om ook later de stof met het lijmpistool te kunnen plakken. Maar je moet alles aandrukken met je vingers. Lijmpistool wordt heel warm. Dat is niet fijn voor je vingers en uiteraard beïnvloedt dat hoe dat de stof later erop komt te zitten. Dus wij maken gebruik van Bizon Kit. Bizon Kit is heel geschikt voor het lijmen van textiel en karton. Wanneer je jong bent, zeg maar zo'n onder de 15 jaar, laat je dit natuurlijk wel door je ouders doen. Hè? Dat ga je niet zelf doen, tenzij je echt jaren ervaring hebt en je zeker weet dat je niet in je vingers gaat snijden. Dit is trouwens vrij dik karton en dat komt de hoed alleen maar ten goede. Als je de keuze hebt tussen een metalen lineaal en een plastic lineaal, altijd de metalen pakken als je moet snijden. Alleen die hebben we hier even niet. Heb je er wel een? Ja. Dat is fijn. Als je je hier insnijdt, dan heb je niks meer aan je lineaal. Ja, wel om te meten, maar niet meer om lijnen te trekken. Om dat soort dingen. Zo, dat is alvast één deel. Dan het andere. Dit vereist iets meer concentratie omdat dit met potlood is getekend, dus je iets meer moet kijken waar het loopt. En omdat het dik karton is, moeten we dit waarschijnlijk twee keer snijden. Et voilà. C'est magnifique. So,
computer. Word je warm mee als je bezig bent? Oké, gaan we even met deze aan de slag. Deze moet natuurlijk in een ronde vorm komen. Dus die gaan we buigen. Dit moet dadelijk aan elkaar komen, maar dat had je waarschijnlijk al begrepen. Maak het gewoon lekker buigzaam. Kan niet buigzaam genoeg zijn. Wat dat betreft. En dan mijn pistool erbij. Mijn patroontjes in de buurt. En dan gaan we hem hier op de naad aan elkaar lijmen. Hier even een klem op zetten. En lijm hem maar. Even een beetje laten drogen. Ondertussen zet ik hem op andere plekken ook alvast aan elkaar vast. Het idee dat hij hier niet heel goed blijft zitten, dus daar zet ik ook even een klemmetje op. Die kegel die zetten we neer op een stuk karton, dat we zo meteen niet kunnen lekken met het lijmen. Dan gaan we die er gewoon zo overheen plaatsen. Even kijken. Oh! Looper 2! It's a kind of magic. Nou. Dan staan we hem nog gewoon ietsje boven. En dan weer een kwestie van lijmen. Hier was hij eigenlijk iets te groot voor het mooie. Maar daar zie je dadelijk allemaal niks meer van. We gaan hem immers helemaal bekleden met die bruine stof. Zo, dit laten we weer even drogen. Daar gaat de meeste tijd in zitten bij dit project. Wachten totdat iets gedroogd is. Oké, hij zit in ieder geval in elkaar gelijmd. We kunnen er verder mee. Terwijl ik aan het vouwen ben geweest, is hier, zoals je ziet, een soort rand ontstaan. En dat is er alleen maar iets om gebruik van te maken.
Heel goed. Dit plaatje, wat ik gevonden via Google, en dat was bij de vorige ook mijn voorbeeld eigenlijk, en die ga ik nu weer gebruiken. Wat we nu eerst gaan doen is eigenlijk de contouren van dat gezicht tekenen. Van die mond als eerste, want we gaan van onder naar boven werken. Straks ook met de stof. En als je kan gewoon schetsen, ik bedoel, die stift zie je dadelijk helemaal niks meer. Een beetje het voorbeeld erbij houden, ik weet het ongeveer uit mijn hoofd. Zoiets. Dat ongeveer. Wat we ook zo meteen gaan doen is dit naar voren buigen, dat je echt die kromme punt krijgt. Klein kansje dat je dan hier even een sleufje moet snijden, zodat het allemaal wat beter in elkaar past. Dat heb ik bij de eerste ook moeten doen. Uitkijken voor je handen. Dan heb je wel een gat, maar dat kan je zo prima zo lijmen. Dus dat gaan we doen. Dit is weer even een kwestie van laten drogen, dus even zo vasthouden. Oké, lijm is droog en ik heb van zo'n stuk karton heb ik allemaal deze repen gemaakt. En die gaan we nu flexibel maken, net als dat we die konus vernieuwd hebben gedaan. En een stufje meenemen. Als vorm om er even omheen te houden. En wat we nu eigenlijk gaan doen, is relief brengen op wat we getekend hebben. Dus dit maken hierop. Dat gaan we dan eerst zorgen dat het deze vorm ook heeft, zodat het erop past. En dat is gewoon een kwestie van een beetje knippen, een beetje passen, meten, bijknippen. Een beetje te breed. Dat idee. En moet natuurlijk een soort lip worden, de onderlip. Dus. Ik knip hem zo.
Een beetje een boemerang. Oh. Ietsje smaller, want hij is nu wel erg groot. Die lijkt mij prima. Wat lijmpjes onder weer bij pakken. Lijm op die onderliprand. En ga ik deze erop plakken. Misschien kan ik beter hier komen staan, dan zie ik wat meer. En even vasthouden, even laten aandroven. We hebben een duckface. Nee, ja goed. Die dingen zitten er dus allemaal op. Hier nog niet, want dit komt ietsje anders. Dit tussenstukje, zeg maar. Daar heb ik dit voor geknipt. En even zo zetten, dan zie je het. Hè. Dit komt zeg maar zo. Schuim erop. Zodat we echt een soort neusbrug hebben. Dat gaan we erop lijmen en dan die overtollige stukjes hier en hier eraf knippen. En als die lijm droog is, dan kunnen we aan de slag met het textiel. Alles is gedaan met het lijmpistool wat er nodig is. Dus lijmpistool kan aan de kant. Dan gaan we verder nu met de textiel en de bisonkit. Van onderaan gaan we opbouwen met het textiel. Lapje. Het is 1,5 meter breed, 1 meter lang. Kwastje erbij, daar gaan we zo meteen de lijm mee smeren. Op mij zit het niet meer in het Nederlands. Ja, dat is het. Oh ja, deze heb ik al een keer gezien. Wat we als eerste gaan doen is het voorste deel van die roetrand insmeren en de binnenkant van die mond. Want we gaan niet het hele karton voorzien van lijm, het is juist vormen creëren. En daardoor moet je juist niet de stof op alle karton willen plakken. Want als ik het bijvoorbeeld hier strak omheen zou plakken, krijg je niet die geleidelijke overgang naar die ogen toe. Terwijl hier in die inkepingen van die wenkbrauwen, van die frons, daar moet het weer juist wel helemaal aangedrukt worden. Ja, maar ja goed, als je een beetje ervaring hebt met dit soort dingen, dan weet je het wel. Van onderaan over naar boven opbouwen. Eerst dit allemaal in de lijn. Bisonkit is vrij snel drogend. Dus zodra je ermee gaat werken, is het ook wel van belang dat je in de gaten houdt als je een foutje maakt. Zodat je dat eigenlijk zo snel mogelijk kan herstellen. Een beetje in de midden. Eigenlijk nu als eerste. Zo. Je ziet natuurlijk nu niet wat ik doe met mijn handen. Dat is ook moeilijk te filmen nu. Maar ik strijk eigenlijk nu zoveel mogelijk textiel glad. Over het gedeelte van het karton waar lijm op zit. Laat kijken of het een beetje naar wens verloopt. Dat gaat prima. En wat ik zeg, het droogt snel, dat is in ieder geval een voordeel, want je kan dus gelijk op verder. Binnenkant van die mond gaan we goed insmeren. En het is ook vooral een kwestie van op gevoel werken. Want als ik dit nu zo omhoog breng om in die mond te plakken, dan voel ik dat de onderkant trekt, omdat het natuurlijk daar vastgelijmd zit. En dan moet je dus eigenlijk meebewegen. Meebewegen in die zin dat het niet te strak komt te staan dat het weer los gaat trekken.
maar wel strak genoeg. Ik moet ontstaan, die kunnen dus nu nog uitwrijven, zoveel mogelijk. Aan de andere kant is de sorteerroute oud en er zitten veel vouwen en dat soort dingen in. Maar net als die mond wil ik dat dat zo glad mogelijk is. De rest heb ik wat minder zorgen om. Wat die brug van die neus betreft, ga ik niet helemaal in smeren vanwege wat ik net zei. Ik hoef hem niet helemaal hierop aan te drukken. Dus ik doe dit en dit. Wel weer gedetailleerd. En die bovenkant van die wenkbrauwboog smeer ik ook gelijk in. En weer hetzelfde verhaal. Meegaan met wat hij zelf wil. Vormt. En een klein beetje manipuleren. Even vasthouden, zodat dit goed echt in die wenkbrauwbogen vastzit. En hier hetzelfde verhaal. En hier kunnen we gerust ook even gebruik maken van allerlei klemmetjes. Hij wordt mooi, buur! Ik zei het al, deze gaat totaal anders worden dan die eerste. Dat wist ik van tevoren, omdat dit is een heel ander soort stof. Het gedraagt zich anders. En dat is helemaal niet erg, want weet je, als we dat soort films maken, zo'n sorteerroute komt in verschillende films voor. Iedere regisseur, iedere special effects team maakt toch zijn eigen versie van die sorteerroute. Dus ook in de films heeft hij niet altijd dezelfde vormgeving. Zo, nou dat kan wel even zo blijven zitten. Ondertussen gaan we dit, de konus, aan die twee helften insmeren. Ik wil even de rol spelen. Gewoon niet met de gele. Misschien kijken, misschien zou je misschien nog wel een keer wat komen. Wanneer je kijkt naar mensen, hoe ze kijken als ze zo'n dergelijke frons zouden hebben, dan weet je hoe de huid ongeveer rimpelt. En als je daarnaar kijkt, dan kan je dus eigenlijk dat soort karaktereigenschappen ook nu vormen met het textiel. Ja. En dat is alleen maar leuk. Hier ga ik het ook gelijk in smeren. Nou, dit laten we eerst even aandrogen en dan gaan we verder. Oké, we hebben nu dit. Nu gaan we ons voornamelijk eerst op de achterkant van die konus richten. En er zit natuurlijk die lijmnaad en die houden we ook aan tot waar we gaan met de eerste helft van deze rechterflap.
ietsje dichterbij zetten. Deze goed insmeren. Hier wil ik dat ze een beetje naar beneden lopen, hier juist omhoog. Dan gaan we hier ook gelijk insmeren. Ik zei al eerder, de sorteerroute in de film van Harry Potter is oud, is versleten. Er zitten verstelstukken op. Mocht je een foutje maken, dan plak je er later gewoon nog een stukje overheen. Dat voegt juist alleen maar toe aan de sfeer, dat is helemaal niet erg. Wat dat betreft is dit een uitermate goed project om ook met textiel te leren werken. Zo, tijd om de andere kant van die konus in te smeren. Wat een woord eigenlijk, hè? Konus. Ik ga eerst iets anders doen. Ik ga even de textielschaar erbij pakken. En ik ga dit overtollige stuk ga ik er eerst afknippen. Daarbij hou ik dus die lijmnaad van die hoed zelf af, van dat karton. Even kijken hoe het nu zit, want het is voor mij ook even zo, vogel hoe het zit. Die loopt hier. Ietsje breder nog. Zo, dit hebben we erover. Kunnen we opzij leggen. Misschien dat we later nog eens een stukje nodig hebben ofzo. Nu gaan we dit wel eens smeren. Iedere vorm van textiel heeft zijn eigen charme. Voordeel van deze is dat het heel veel schaduwen vormt als je het vouwt. Wat natuurlijk wel past bij de sorteerhoed. Die eerste sorteerroute maakte van dat vliesachtige spul, had ik heel weinig om mee te werken.
zodat ze nog meer passen en meten. Maar als je net als nu gewoon vrij veel hebt, dan kun je wat meer spelend zijn. Tot die naald, zeg maar. Het overtollige deel knippen we af. Ietsje ruimer, zodat het echt aan de achterkant dat andere deel overlapt. Als ik dat zo meteen ook nog eens bijknip, eerst en dan het gaat plakken. En het zat natuurlijk vrij groot dat stuk en daardoor zijn dit soort puntjes ontstaan, die kun je nu natuurlijk netjes bijknippen. Een beetje van koffie op, dus vandaar mijn hand een beetje trilt. Maar... Zo, dan is het zaak om hier in die naald van die lijm te smeren en het allemaal op elkaar te plakken. En je ziet het al, hè, hoe die gaat worden. Dit wil ik ook nog een wat platter hebben, dus smeren we aan de achterkant in. Lijm is kleurloos, hè, dus wat dat betreft kan dat allemaal prima. En omdat ik dus continu met mijn vingers bezig ben, ben ik dus blij dat ik niet voor het lijmpistool kies bij dit soort projecten. Want het lijmpistool wordt heel warm voor je vingers. Dat kan ik je beloven. Allemaal zo plat mogelijk.
een oude versleten sorteerroute heeft natuurlijk ook vlekken. Dus mocht het wat vlekken achterlaten, ik vind het niet eens zo'n probleem. Dan is de bovenkant al voor een groot gedeelte klaar. Tijd om even dit te laten drogen. En over 5 minuutjes of zo gaan we weer verder. De onderkant van de rand, zeg maar. Simpelweg alle textiel wat er nog omheen hing, naar binnen gevouwen. Nou ja, is die rand natuurlijk met lijm ingesmeerd. En naar binnen gevouwen. Dat kan bij een project als deze nog makkelijk. Deze is namelijk puur om neer te zetten als decoratie voor de sier. Wil je er een die echt te dragen is, dan moet je in ieder geval de rand moet je niet van karton maken. Want dan is hij erg klein. Dan past hij alleen om een kleine maat hoofd. En hij beweegt niet mee dan met de ovale vorm zoals een hoofd eigenlijk is. Wil je hem echt op kunnen zetten, dan raad ik je aan om wat wij nu van karton hebben gedaan, om dat met foam te doen. En verder op dezelfde manier te werk te gaan. En wel even de tip voor alle kinderen die nog wel eens ongeduldig kunnen zijn. Wacht echt tot de lijm droog is. Want anders, stel je voor, lijm is nog niet helemaal droog. Je zet hem op je hoofd. En je haar zit er dan vastgeplakt. Dat wil je niet. Dus tijd om hem even zo te laten drogen. En dan is hij eigenlijk klaar. De sorteerroute is klaar. Zoals ik al verwachtte, dat lijm bovenop die textiel geeft vlekken. Maar daar heb ik dankbaar gebruik van gemaakt. Ik heb de binnenkant van de mond helemaal nog ingesmeerd en die ogen. Veel meer schaduw, gaaf effect. En zoals verwacht is die heel anders geworden weer dan deze. Toch zijn ze allebei op hun eigen manier gewoon helemaal goed, vind ik. En nou ja, we hebben weer een Harry Potter item in onze collectie erbij, zeg maar. Dankjewel voor het kijken. Geef even een duimpje omhoog. Klik op abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Tot de volgende tutorial. En ga vooral dingen maken.